Zeer goedemorgen allemaal. Vandaag is de dag dat het kan gebeuren. Het is maandag vandaag. Maandag 3 januari. Zo, ik ben voor jullie trouwens met een vlog aan het erten die jullie vandaag gaan zien. Dus het is allemaal zeer spannend. Ik ga mijn haar even nog kammen. Zeker, en ze slaapt nog geen hopelijk slaapomgeving. Dus het is nog veel te vroeg. Zo. Mijn haar wordt echt lang, zoals je kunt zien. Ik ben toch wel een beetje zenuwachtig eigenlijk. Voor alles. Want je weet niet wat er gaat gebeuren als je met vrienden afspreekt of iets anders. Dan heb je een uur, maar ik weet dus totaal geen uur. En dat maakt me wel een beetje zenuwachtig. Dus, ja. Het begint al licht te worden, dus we gaan eerst een vlog uploaden, zodat jullie die kunnen zien. Dus eigenlijk is dat wel grappig, eigenlijk. Dat wij nu die video gaan erten. Allee, jij erten hem al, maar hij moet gewoon nog ingeplant worden. En dan zetten we die hier op YouTube. Je ziet dat we niet zo heel veel achterlopen meer gaan met de vlogs. Dus ja, hoe dat dan gekomen is, dat weet ik niet. Zo, we gaan eens zijn eten pakken als het warm is uit de dingen. Kom eens even hier, Enzo. Kom eens hier. Kom eens hier. Vork op tafeltje leggen. Vork, mes op de tafel. Leg op tafel. Het is er echt wel heel koud. Om te verwarmen is het ook een beetje uit, want ik had mijn nieuwjaar, omdat ik wist dat ik op oud jaar, nieuwjaar, lang niet wegblijf, had ik de verwarming iets zachter gezet, maar dus dat ik aanzetten en waardoor het nu zo echt zo fris is, eigenlijk. Dus, dan zie ik daar maar een bordje. Zo, nu zit hier aan de tafel te eten. Eet maar alles op. Laat maar smaken. Mijn hulpje van de dag. Deze een konijntje aan het eten geven. Ze zit hier mee te genieten van het eten.
Nog een beetje. Stop, dat is genoeg. Zo, ja, goed. Zo, gaan we maar spelen. Ja, de deur is dicht. Dat is moeilijk, de konijn naar de gang. Om te gaan spelen. Allee, doe maar. Gaan we spelen. De blokken liggen hier nog steeds verspreid. Als je afvraagt waarom hij maar één schoen aan heeft, ja, hij doet die schoen altijd uit, doet het zelf. Omdat hij dat leuk vindt om uit te doen. Heb je een sponge gevonden? Een sponge